Oh, ik ben blij. Marco belt me net. En, dus ja, het komt allemaal bij elkaar. Dat vind ik altijd een heel leuk stuk van alles. Oké, ik ga echt stuk. Ik dus helemaal me installeren. Goedemorgen. Het is vandaag woensdag en het is pas 6:30. En ik ben alvast beneden. Mijn ouders liggen nog lekker te slapen. En zoals jullie zien sta ik weer bij de koelkast. Maar het helaas jammer is. Dit is. Jammer was dit dus. Hij is helemaal leeg. Het is helaas niet het allerlekkerste iets er meer. Echt heel jammer. Maar ik heb nog wel meer om te smullen. Goedemorgen. Het is woensdag. En wat een ochtend. Echt. Even denken. Nou, dat was natuurlijk gisteren een hoop gedoe. Dus ja, Marco en ik wisten gisteren niet echt heel goed wat we daar allemaal mee aan moesten. Dus we hebben heel lang zitten denken en brainstormen en alles. Maar ja, als je met andere mensen te maken hebt, kan je natuurlijk zelf allemaal dingen gaan bedenken met z'n tweeën. Maar ja, dan daar heb je niks aan aangezien anderen mee te maken hebben. Maar het is een beetje lastig omdat ik het niet wil uitleggen om het dan toch soort van uit te leggen. Maar ja, daardoor sliepen we al niet echt vroeg en konden we ook niet echt heel goed slapen. Nou, Marco uiteindelijk wel, ik nog iets minder. Maar ja, Marco is een man en mannen die hebben daar sowieso gewoon minder last van. Dus ik vond het wel heel moeilijk om daarna uit mijn bed te komen. En ze schoot ook niet op, ze was wel heel gezellig en lief. Maar op een gegeven moment, ze at niet door en ze wilde de bakje even in de koelkast zetten. Want ik had gezegd, zorg in ieder geval dat je dan vast aangekleed bent. En ze had yoghurt met krusli. Laat ze dat bakje vallen. Het was een melanine bakje. Die dus meestal niet breken. Nou, deze dus wel. Allemaal in grote stukken. Maar echt heel de keuken. De deuren. De vriezer. De muur. Alles zat onder. En dan is het echt een soort rare smeuring met harde stukken erin. En dan verbaas je echt hoeveel er in zo'n klein bakje zit. Want zo groot is zo'n bakje niet. Maar als het op de grond ligt, is het heel erg veel. Toen gelijk dus haast de school echt. Het liep al zo niet lekker. Normaal zeg ik nog, pak de camera erbij en lachen we erom. Maar dat ging vanochtend ook echt niet. Dus echt. De start van vandaag was gewoon echt een ramp. Maar goed, ik heb ze naar school gebracht. En ik ga nu even gewoon rustig goed wakker worden met een theetje. En dan ga ik weer verder met mijn grote project. Oh, ik ben blij. Marco belt me net. En de tegels voor de tuin worden geleverd zo. En hij is vlakbij aan het werk. Dus hij zei, nou dan kom ik wel even naar huis gereden. Want dan kan ik helpen met ze aannemen. Dus ja, dat is mooi. En niet dit weekend, maar het weekend erna komen mijn broertje en twee van Marco's neven helpen. Dat we de tuin dan echt in één keer kunnen doen. Dus dat vlonder is er, die tegels zijn er dan. En dan moeten we alleen nog verschuttingen hek en voor een paar dingen wat losse bouwmaterialen, hout en zo kijken. Dat is omdat konijnenhok ook iets verplaatst moet gaan worden. Omdat we het natuurlijk helemaal goed doen. Dus dan die schuttingen, poort en daar wat materialen, dat moet er nog. En dan zand. Maar goed, dat moeten we dan nog regelen. Maar het is anderhalve week nog. En dan gaat het allemaal helemaal goed gebeuren. Ik ben zo blij dat de tegels in ieder geval op tijd. Want ja, het staat er wel bij, maar we hebben wel vaker gehad. Dan bestel je iets en dan wordt er een leeftijd aangegeven. En dan blijkt dat in de praktijk heel anders te gaan. Maar nu dus niet. Dus echt. Ik heb de vlag een beetje uithangen nu. En dan ben ik ook weer gelijk gemotiveerd. Dat ik denk, oh, ik moet hier echt alle zooi in kant. Ik film er een beetje omheen. Omdat ik gewoon zelf rommel heel erg. Ja, ik heb daar echt niks mee. Ik heb daar zo'n hekel aan. Maar ja, het staat er wel.
En dat moet ook echt weg. En dat komt natuurlijk uit de berging die verbouwd is. En dat is gewoon een hoop uitzoeken en verwerken. En dat was echt heel veel. Ik denk dat daar rond 50, 60 boodschappentassen vol spullen uit zijn gekomen. Dus ja, dan snap je denk ik wel waarom ik daar zo verschrikkelijk lang mee bezig ben. En ik denk dat het ook even een wat saaiere periode voor jullie is. Om alles te volgen. Maar goed, het moet. Ik ga vandaag in ieder geval, zolang zij op school zit, even zoveel mogelijk doen. En daarna denk ik dat ik wel even met haar de deur uit wil. Dus even kijken hoe ze uit school komt en of ze er zin in heeft. Ik ga in ieder geval nu wat doen, want anders heb ik er echt geen tijd meer voor. En dan zie ik jullie gewoon strakjes weer. Ik heb ze net tegels gezien. Ze zijn echt, echt heel mooi. Dus nog anderhalve week wachten, maar ik heb er zo'n zin in. En nu onderweg naar school. Ik ben gaan lopen, want het is lekker weer. En ik had gewoon even geen zin om op de fiets te gaan. Dus ik denk even een lekker wandelingetje en dan even gezellig samen teruglopen. Ik zit zo'n tuin in mijn hoofd. Ik kan echt niet wachten. En we gaan of vanavond of morgen even ons research doen naar de schutting. Wat we gaan doen. Het komt allemaal bij elkaar. Dat vind ik altijd een heel leuk stuk van alles. En dan dadelijk de puinhoop als alles gedaan moet worden. Dat probeer ik maar even uit mijn hoofd te zetten voor nu. En gewoon op het leuke stuk te focussen. Ik heb de Sarah uit school opgehaald. En die had een mini slakhuisje gevonden. Maar die viel. En dat is leuk op gemeleerde stenen. Zie jij hem al? Nee. En hij heeft ook een beetje zo'n bruinig beige getint. Die natuurlijk ook heel veel in de stenen zit. En het is een beetje rond. Ik zie het ook echt niet. Het moet een beetje hier. Ja, maar het kan ook daar een beetje ik weggerold zijn. Oh, dit is niet leuk hè? Hij was zo schattig. We hebben net lekker geluncht. Ik had soep gemaakt. Dat was echt lekker. Sarah vond het ook helemaal geweldig. En Marco had ook van de week nog een boekenkast ontdekt. Hier nou, eigenlijk nog dichterbij dan die ander. Dus we gaan nu even daar naartoe. Ik denk even lekker wandelen. Ik heb mijn jas trouwens maar aangedaan, want het is toch frisser. Het zou 26 graden worden vandaag. Nou, zo voelt het niet. Heel goed! Oh ja, we zouden gaan wandelen, maar Sarah is uiteraard natuurlijk weer op de step. Nou, hier moet dus ergens de kast in de buurt zitten. Al weten we dus niet precies waar. Sarah, moet je wel even... Ja, goed zo, daar stoppen. En hier ergens zou die moeten zitten. Maar ik zie hem niet. Zie je hem al? Misschien moeten we hier even een rondje omheen. Dat hij hier zit. Maar hij zou hier moeten zitten. Ik weet het ook niet. We hebben hem gevonden, want hij staat dus in iemands tuin. Maar dat hadden we dus eigenlijk niet door. Dus we gingen er langs. Hier staan wel echt kinderboeken in. Oh, en kijk, we krijgen er ook nog een gratis spinnenweb bij. Pak maar even een takje, want ik hou er nooit van in mijn hand. Oké, we hebben het spinnenweb weg. En we gaan eens kijken of het erin zit. Wat heb jij nou weer? Ja, daar ben je denk ik al een beetje te ver voor met lezen. Maar deze... Oh nee, dit is misschien wel heel leuk. Dit is het grappigste kinderboek aller tijden. Ja, moet maar kijken, mama, hoe vind je dit? Ja, dat is leuk. Ja? En deze dan? En die, nou, we gaan even kijken. We zijn weer thuis en we hebben niet de... Ja, schat! Ga ik je zo vertellen. We hebben niet de boeken gevonden waar Sarah op hoopte, maar we hebben wel echt leuke boeken voor haar gevonden. Rover gezocht. Het is eigenlijk een beetje een boek, een verhaal in de geschiedenis en een kindje wat allemaal avonturen beleeft. Nou, zo'n Disney boekje, die had ze nog gelezen. Deze had Sarah. Igeltje, Piggeltje, Pop. Of het leven moet meer waard zijn. Ik vond het er op de een of andere manier een beetje sober uitzien. Maar zij vond het helemaal leuk. Nou, prima. Dan deze Sylvester of Sylvester en het knorrende cadeau. En deze staat dus ook op het meest hilarische boek. Het leukste, grappigste kinderboek sinds tijden. En daar zijn er meer van. Het zag er ook wel heel erg leuk uit. En ze ging voor het dagboek van de muts. En dit is een beetje dezelfde stijl, hè, met van die stukjes. Dus dit is denk ik echt wel een heel succes. En we hadden deze gezien. Op reis door de ruimte en tijd. Over planeten, sterren,
ruimteschepen en tijdmachines. Nou, dat is natuurlijk wel leuk. Daar kan je van leren, van alles. En het leuke is, omdat je het uit de kast leent, ja, je kan het gewoon zo lang erover doen als je wil. Er zit geen tijd op. En je kan dan ook weer wat anders toezetten. Weet je, dat je het ruilt voor een ander boek. Of je leent ze gewoon. Je kan helemaal zelf kijken. Dus zit er nou een boek bij dat je helemaal geweldig vindt en je eigenlijk niet meer kwijt wil, dan zet je er een ander boek voor in de plaats. En dan blijft het ook variëren natuurlijk, want anders krijg je dat eigenlijk altijd dezelfde boeken in terugkomen. Dus ja, dat is wel echt heel leuk. Oh, ben je die al aan het lezen? Je bent gewoon halverwege begonnen. Nee hoor. Ja, je bent er niet aan het begin begonnen. Kijk, daar moet je dan toch beginnen. Nee, dat is nu het verhaal. Ja, hier begint het ook zwaar weer. Ja, maar dit heb ik... dat had je al gelezen. Wat ben je snel? Veel te snel. Oké, okay, het is echt bizar. We hebben net gegeten. En we hadden natuurlijk die boeken gehaald. Dat is voor mij al wat langer geleden en voor jullie echt 2 minuten geleden of zo. Denk ik me nu. Maar goed, toen had Sarah dat Disney-boekje al uitgelezen, maar ja, dat is niet zo dik. En toen had ze dat andere boek, dat ik een beetje somber eruit vond zien... die had zo'n stuk gelezen en die heeft ze nu ook al uit. Maar dat was best nog wel een redelijk boek. Maar ze vond het helemaal leuk, want ze zit hele verhalen over te vertellen de hele tijd. Maar goed, die heeft ze dus ook al uit. En ik heb nu schoenen aangedaan, want er ligt nog 1 kaart hier trouwens voor Nona. En die moeten we ook nog steeds brengen. Dus die gaan we even snel daar naartoe lopen. En dan kan ik ze daarna gelijk naar bed brengen. Maar dat kan precies mooi nu, dus top. Oké, ik heb net geëdit. Marco is natuurlijk vanavond weg. Ik weet eigenlijk niet eens of ik dat verteld had, maar... ik weet niet hoe laat het thuis komt. Wist hij zelf nog niet. Dus ik kan nog even alleen zijn. Nee, ik kan nog heel lang alleen zijn, maar ik moest wat dingen regelen en doen en alles. En ik moet deze kast leegruimen. Want morgen moet hij leeg. Dus ik denk, ja, ik ga even kijken of ik... iets er al uit kan opruimen, maar ik heb deze kast best wel vaak al opgeruimd. En het zijn voornamelijk eigenlijk de dingen van Marco waar ik altijd op vastloop van ja, wat moet daarmee? En niet zozeer mijn dingen, maar misschien kan ik zelf stapels maken. Ja, als hij heel, heel laat thuis is, dan ja, heeft hij daar ook niet echt zin mee in natuurlijk. En dit kan wel, dit heeft Sarah gelinkt, maar... Dit is een tv-serie voor leren lezen. En die heeft ze best wel vaak gekeken. Ik zie dat ik lekker half uit beeld ben. Maar ja. Daar ondertussen leest ze zo goed dat ze die serie niet heel boeiend vindt. En die kan dus terug. Dat is wel lekker voor hier. Dan ruikt het van mij weer op. Maar ik heb... ik heb ook allemaal van die doosjes, daar staat niks op, ja, aan de binnenkant. Maar op heel veel discs, wat zit hier nou in? Een losse verloren papier. Staat dus ook niks op de schijfjes. Dus dat moet ik eigenlijk allemaal een keer hier weer heen. In mijn laptop stoppen en kijken wat er dan op staat hier. Niks erop, niks erop, niks erop, zit ook niks in. Misschien dat ik er even zo een pak te kijken wat erop staat. Ik denk dat het beste is als ik het in mijn laptop doe, want dan kan ik denk ik het beste kijken wat erop staat, omdat hij alles afspeelt. Ook 2 discs erin. Misschien kunnen daar ook wel wat dingen van weg. Dat zou op zich wel. Hier staat wel wat op. Hier staat wel wat het is. Dit weet ik ook. Dit weet ik ook wat het is. Dat is echt... dat, daar loop ik elke keer tegen. Die moet ik echt uitzoeken, maar dat doe ik dan weer niet. Omdat ik dan denk, ja... dan moet ik mijn laptop in. Ik heb ook echt nog heel veel dvd's liggen. En ja, ik kijk eigenlijk helemaal geen dvd's meer. Oké, ik ga echt stuk. Ik dus helemaal me installeren. Mijn stapeltje schijfjes naast me. Ik denk, ik ga ze allemaal checken. En ik zoek, ik denk, waar zit die la? In mijn computer. Ik heb dus helemaal geen la. Ik kan het niet eens indoen. Dus nu moet ik het in een speler gaan afspelen. En daar heb ik dus al helemaal geen zin in.
Maar goed, ik moet nog een video editen. Dus die edit ik even snel. En het is ook ondertussen best wat later. Omdat ik best wel veel toch nog door ben gegaan in die kast. Oh. Ja, dus ik, nou ja, ik gooi er sowieso 1 of 2 in. En ik laat de stapel denk ik wel even bij de tv liggen. En dan morgen tussendoor zo dat ik het allemaal ga proberen. Maar echt, oh, waarom nou weer? Ja. Ja, je gebruikt het natuurlijk tegenwoordig steeds minder. Dus ik snap wel dat het niet meer in de computer zit. Maar nu was het eigenlijk wel het best geweest. Want ja, het is gewoon de makkelijkste manier. Want de computer pakt gewoon elk soort schijfje. En een speler niet altijd. Nou heb ik er wel één die vrij veel pakt. Maar niet alles. Dus ja, best wel een stuk nog opgeruimd. Best wel wat schijfjes er al in gedaan. Maar het waren er echt veel. Waarvan een aantal weg zijn. Ik had er ook een paar die dus niet afspelen waarvan ik het nog niet weet. Maar ja, misschien dat ik langs een broertje ben dinsdag. Dus die heeft nog wel een speler dat die even kan kijken. Maar ik heb besloten dat ik het morgen gewoon even helemaal goed ga doen. Dan trek ik heel die kast leeg en dan gaat echt alleen maar ingeruimd worden nog wat ik wil houden. En alles wat van Marco is, daar maak ik gewoon een stapel van. En dat mag hij uitzoeken. En wat daarvan overblijft, dat gaat dan wel de kast in. En voor de rest lekker helemaal niet. Dan is die hele kast toch helemaal goed gedaan. En er staat ook nog wat spullen in. Trouwens van Sarah, ik denk dat ik daar hetzelfde mee doe. Want ook al zoeken we het vaak uit, dus zal vast nog wel wat van weg kunnen. Oh, Marco komt precies thuis. Ik zit net over je te praten. Ja, echt. Echt? Ja, ik zit echt te rotloven, ja. Dus ik ga het jou ook maar vertellen dan. Oké, Marco heeft de dvd's in ieder geval nu uitgezocht. Cd's, die doe je zo toch? Kijk je zo even. Het is niet veel hoor van jou. We hebben sowieso, wat zijn het nog, 20 cd's of zo die we in totaal hebben. Dus. Maar ik wilde net gaan vertellen dat ik dat ging laten liggen dan. En de vlog afsluiten, dus dat ga ik nu doen en lekker mijn bed in. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik even op abonneren hieronder. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!